Het is februari. Het drijfjachtseizoen sluit bijna af en straks kan het grofwild weer in alle rust aan de voortplanting denken. In de Ardennen is het al over, maar bij onze zuiderburen mag het nog even. We zijn in Picardie, Noord-Frankrijk. Op dit domein wordt vandaag een drijfjacht georganiseerd. En het jachtreisbureau Best Hunting heeft dit evenement in haar programma opgenomen. Wim van der Mortel vertelt ons waarom hij zijn klanten naar hier meeneemt. Makkelijk te bereiken. Natuurlijk Polen, Hongarije, Tsjechië zijn zeer bekende locaties voor de varkensjacht. Maar je moet er 3-4 dagen naartoe. 1000 kilometer rijden heen, 1000 kilometer terug. En Frankrijk, we zijn in Picardie, de Franse Champagne-streek. 300-400 kilometer. En je hebt een mooie jachtdag. Wild genoeg, wild in overvloed. Bij een voorafgaande verkenningstoer wordt dit laatste al gauw duidelijk. Alhoewel we al een eindje meedraaien en in heel wat wildrijke streken te gast waren, tellen we juist hier de grootste reeënsprongen die we ooit waarnamen. Groepen van meer dan 20 exemplaren schuiven voorbij. En Wim heeft hiervoor meteen een uitleg klaar. Maar ree wordt nauwelijks of nooit vrijgegeven in de battue. Dus ze worden alleen beschoten of bejacht in de approche, in de persjacht, in de piersjacht. En dan zie je toch gauw dat de reewildstand gestaag groeit. En je hebt die sprong gezien, dat is het resultaat. Tot onze verwondering zien we in dit eerder vlakke landschap ook een kudde moeflons. Die gedijen hier goed. Het is al jaren bekend dat moeflon het goed doet hier. En je ziet het ook aan de trofeeën. Trofeeën van 80 centimeter en plus is hier geen zeldzaamheid. Dus ze doen het goed hier. Maar dit zeldzame wild strekken mag vandaag niet. De jachtwetgeving en regels zijn hier erg streng, waarbij de veiligheid van de deelnemers helemaal voorop staat. De jachtdag begint dan ook met een briefing over de regels die iedereen nauwgezet moet opvolgen. Goed zo, dan wens ik iedereen een goede jacht. White was huil, veel succes. Jagers die bij Wim boeken, blijven de hele dag in één groep en worden telkens samen naar hun standplaatsen gebracht. Na het posteren wachten ze met kloppend hart op wat komen zal. Drijfjachten zijn altijd een zaak van geduld. Roerloos en vol spanning zitten wachten tot naderend wild de stilte plotseling breekt. De adrenaline viert hoogtij wanneer het cordon doorbroken wordt en op enkele everzwijnen kan gevuurd worden. Het duurt nu niet lang meer voor de drijvers in zicht komen. Meteen daarna volgt zowel letterlijk als figuurlijk de ontlading. Er blijkt één varken geschoten te zijn en uitvoerig wordt hierover bijgepraat. Net zoals op andere plaatsen in Europa zijn ook hier in Frankrijk de everzwijnen aan een flinke opmars bezig. De tijd dat wilde varkens zich enkel schuil hielden in donkere bossen is blijkbaar voorbij. Dat is passé. Kijk, we weten ook zelfs in de Ardennen is er heel veel schade in de landbouwgebieden. En zo zie je hier ook. Ze woelen de mais om. Ze veroorzaken veel schade. Daar zit men ook kort op. Maar ondanks dat men daar kort op zit met veel battues, zie je dat er nog behoorlijk veel evers dit jaar aanwezig zijn. Ja. Intussen neemt iedereen zijn plaats in voor de tweede grote drift. In een prachtig reliefrijke omgeving is iedereen geposteerd. En na het signaal spotten we vrijwel ogenblikkelijk een groep damherten. Maar de intelligente dieren weten verdomd goed waar de linie zich bevindt en blijven in de drijfzone. Schieten is hier uiteraard uit een boze. De veiligheid van drijvers en jagers staat namelijk voorop. Ja, enkele belangrijke punten zijn: je schiet nooit in de drift. Dat gebeurt in landen soms wel, als je een goede kogelvanger hebt. Ik laat het nooit toe. Je beschiet uittredend wild in een hoek van 45 graden. Je schiet alleen als er aangeblazen is. En je breekt het geweer of je ontlaat het geweer direct als er afgeblazen is. Dat zijn een paar punten die toch heel belangrijk zijn, ja. Intussen spelen de damherten blijkbaar een beetje met de afwachtende jagers. Om dan toch, plots en volkomen onverwachts, door de linie te breken.
Nee, hierop had niemand gerekend. En de jagers hebben enkel het nakijken. Nauwelijks bekomen komt een rotte zwijnen over. De jager doet het qua veiligheid goed. En alhoewel op de korrel moet hij wachten met vuren om de 45 graden hoekregel te respecteren. Dat de varkens vervolgens in een laagte komen te rennen waar ze niet meer vrij lopen, is in dit geval hun redding. Tijdens drijfjachten ontstaan vaak stresserende situaties waarbij het wild soms op enkele meters van de schutters voorbij komt. Het is dan ook zaak om koelbloedig te blijven en pas de vinger te krommen als de situatie volledig safe is. Na het afblazen verzamelen de deelnemers zich. Vier mag één van onze jagers zijn buit uit het bos slepen. Eén succesvol schot resulteerde hier in een knappe trofee. Natuurlijk poseert hij fier voor de obligate foto. Intussen is het tijd voor de lunch. Decor daarvoor is het gezellig ingerichte jachthuis. Wim kwijt zich van zijn taak. En dat we bij onze zuiderburen vertoeven, is meteen duidelijk. Dat hebben we daarnet weer gezien, ja. Frankrijk op zijn best. Ze trekken ook de tijd ervoor uit. We hebben in Schotland geweest, daar is het allemaal snel en even in een schuurtje. Maar Frankrijk die trekt gewoon anderhalf uur uit en die maakt een leuke tafel met leuke gerechten. En natuurlijk het glaasje wijn en het glaasje champagne erbij. Innerlijk voldaan en volkomen relaxed begeven we ons in de namiddag weer naar het jachtrivier. Deze maal gaat de trek door in open terrein en dit is een stuk overzichtelijker. Geposteerd achter grote stroobalen, mooi uit het zicht van het wild, wachten ons weer spectaculaire momenten. Reeën kunnen ongehinderd passeren. Maar als een roedel van enkele tientallen edelherten zomaar voorbij komt, stroomt de adrenaline door de aderen. Nico neemt een hinde op de korrel. Met een perfect schot strekt hij het dier. Tot onze verwondering houdt het roedel zo'n 300 meter verder halt. Waarschijnlijk moeten ook zij bekomen, of misschien heeft onze jager wel de leidende hinde uitgekozen. In elk geval, na het afblazen kan hij zijn prachtig stuk wild inspecteren. Mooitje, hè? En als Wim erbij komt, volgen de felicitaties. Het was heel. Dankjewel. Dat was nou exact zoals de Fransen zeggen. Comme il faut. Nog steeds erg onder de indruk van het gebeuren, getuigt Nico over het net afgelopen avontuur. Zonder meer één van de mooiste momenten uit zijn jagersloopbaan. Het is prachtig om zoiets mee te mogen maken. Om een dag in de natuur te zijn, daarnaast respectvol om te gaan met de natuur. En het is een onvoorrecht om zo'n dier te mogen schieten. En ja, dus ik vind het fantastisch dat ik dat mogen doen vandaag. En daarnaast ook, het is heel sociaal. Je komt altijd met goede kameraden tegen waar je probeert de dag door te brengen in zo'n prettig mogelijke manier. Een dagje drijfjacht in Frankrijk biedt voor de jager dus heel wat mogelijkheden. De voordelen zijn legio en wie hierbij een beroep doet op een gespecialiseerd reisbureau, hoeft zich alleen maar te concentreren op het jagen zelf. Nico is een druk bezette zakenman en voor hem is dit de oplossing. Ja, ik heb zelf te weinig tijd om het te organiseren en achteraan te gaan. Dat vergt ook veel voorbereiding. En ik ben blij dat Wim dat voor ons uitstekend regelt. Zo praktisch als het kan zijn. Je boekt en je bent er en je doet mee en je beleeft het allemaal. En prima. En daar heeft Wim natuurlijk niet veel meer aan toe te voegen. Natuurlijk, kijk, tevreden klant is altijd leuk. En we zien hier veel wild, we hebben vandaag veel wild gezien. Maar het is natuurlijk de ultieme wens van ieder geweer om een stuk te strekken. En als je dat doet op deze manier, ik stond er vlakbij, prachtig om naar te kijken.
Samen slepen de twee gelukkige mannen het dier tot aan de rand van het perceel, waarna het met de kwad wordt opgehaald. En zoals alles op dit domein, gebeurt ook dit erg professioneel. Na een bewogen dag volgt voor alle jagers een laatste briefing in front van het tableau. De resultaten getuigen voor zich. Dit is een van de meest wildrijke plekken waar we ooit geweest zijn. Garantie op succes kan je niet krijgen. Het blijft immers jagen. Maar dat je een dag vol spanning en emotie beleeft en dat de adrenaline hier vaak gierend door de ader stroomt, dat staat buiten kijf. Thank you.